De mini-klassieker in Amsterdam. Ajax onder 18 tegen Feyenoord onder 18. En Feyenoord onder 18 heeft een goede reeks te pakken na die overwinningen tegen PSV en Sparta. En Melvin Boel stuurt de volgende namen het veld in. Op doel Dekker, achterin Elmensdorp, Zouan, Hokke, De Blok. Op het middenveld Zegiel, Klein en Rijs. En dan voorin Felicia, Slory en in de spits Nesto Groen. En deze ziekenhuisbal van Milanovic wordt doorzien door Felicia, omspeelt de Graaf. Maar uiteindelijk vindt hij vanuit deze moeilijke hoek het zijnet. Renice Felicia. Hoekschop voor de Amsterdammers. Nesto Groen zit ertussen, maar die bal komt hier voor de voeten van Aartsen. Rommelt zich voorbij Elmensdorp en schiet Ajax naar de 1-0 voorsprong. Het is de aanvoerder, de 17-jarige Olivier Aartsen. Maar dan het antwoord van Feyenoord, ook vanuit de hoekschop. Hier is Mike Klein, prikt de gelijkmaker op het scorebord. De stille leider van Feyenoord. Na die voorzet vanuit de hoekschop van Felicia, scherp aangemeten. En daar staat hij. Mike Klein, 1-1. En dan kantelt de wedstrijd in het voordeel van Feyenoord. Het druk zetten hier is van Nesto Groen. En via Lars de Blok is hier Rijs. En daar gaat Felicia. Kruist hier het pad van Jermoumi. Gaat naar de grond en de strafschop is voor Feyenoord. Als Jermoumi hier weinig aan kan doen, maar Felicia wel raakt. En verder ook niet protesteert. En achter die bal gaat staan Milan Hokke. En die weet wel hoe je zijn bal moet afmaken. Want Hokke was tot voor kort nog spits. Maar na zijn blessure is hij omgeturnd tot laatste man. En ontwikkelt zich stormachtig op die positie. De tweede helft met hier Ajax dat op jacht gaat naar de 2-2. Het schot van Dal en die vliegt erin. Tjeerd Dekker verkijkt zich op die bal. Maar krijgt ook een vervelende stuit nadat hij via Zouan van richting wordt veranderd. En dan moet Feyenoord oppassen, want het heeft dit seizoen al vaker meegemaakt dat de tegenstander veerkracht toonde. Maar hier is Sarvo. En daar is Dal. Die scoort zijn tweede van de dag. En Feyenoord kijkt weer tegen een achterstand aan. 3-2 voor de Amsterdammers. Maar Feyenoord toont karakter in Amsterdam. Hier is Klein. De voorzet voorbij aan El Moussaoui, maar daar is Jaden Slory. En de stand is weer gelijk. Verrast daar de Graaf door die bal op deze manier buitenkant voet in te schieten. Groot en sterk aan de rechterkant en maakt hier zijn derde goal van het seizoen. Jaden Slory. In de 60ste minuut komt Feyenoord op een 3-3. Doelpunt te maken met nummer 7. Jaden Fernando. En dan gaat diezelfde Slory hier achter de vrije trap staan. Geplaatst schot, maar schampt het zijnet. En dan volgt een spannende slotfase. Het is vrouwen en kinderen eerst in de 16. Iedereen gooit zich voor die bal en dan is hier uiteindelijk Klaassen. Maar die jaagt die bal ver over. Even opgelucht ademhalen. Maar dan diep, diep, diep in de extra tijd. 97ste minuut. Nog één keer de hoekschop voor Ajax. En dan gaat hij erin. Het is Jaden Banel die ervoor zorgt dat Ajax deze mini-klassieker wint. Een mooi voetbalgevecht in Amsterdam. Het ging op en neer, maar Ajax trekt dus aan het langste eind. En ook voor de onder 18 komt er nu een interlandbreek aan. Maar de mannen van Melvin Boel kunnen met opgeheven hoofd toewerken naar de eerstvolgende wedstrijd. 16 oktober, thuis tegen FC Utrecht.